Nou, dit is in feite ook wel een simpel principe. Er komt één groene kabel af, daar ga ik vanuit dat het een massa is. En er komen twee gele kabels van die dynamo af, van de skipper. Die gele kabels, dat zijn ook dikkere kabels, die brengen dus meer stroom over. En die gele kabel van de originele zip is heel dun. Dus daar kan misschien met, nou ja, hitteproblemen kun je daar misschien van krijgen. Dat hier bijvoorbeeld de spanningsregelaar doorbrandt omdat het te veel binnenkrijgt van voor waar die eigenlijk niet voor bedoeld is. En nou ja, deze uitgaande kabels die gaan allemaal naar functies van het motorblok die 12 volt gebruiken. En je hebt een massa en je hebt twee kabels die naar binnen gaan. Ik kan wel even proberen aan te sluiten op die kabels die naar binnen gaan, maar of dat ook zal werken zonder gevolgen. Ik weet dat het kan, maar ik weet niet of het zonder gevolgen ook goed werkt. Als tweede, als plan B, als dit niet werkt zo, dan gaan we maar gewoon de skipper spanningsregelaar gebruiken. Dat lijkt me dan een beter alternatief. Naar een spanningsregelaar toe weet ik niet hoeveel stroom er gaat. Maar er vanaf komt sowieso 12 volt gelijkspanning. Dus dat maakt helemaal niet uit. Die kunnen we dan misschien niet gebruiken omdat die niet up to the job is, zeg maar. Die is niet goed genoeg. Maar die kunnen we dan prima gebruiken en de uitgaande stroom blijft hetzelfde. Dus als ik alleen het spanningsregelaar gedeelte omzet, dat kan natuurlijk ook. Dan hebben we gewoon werkende verlichting en een laadsysteem. Maar ja, dit is slechts in de theorie. In de praktijk moeten we nog zien hoe het loopt. Het is dus de bedoeling dat ik dit stuk uit deze skipperkabelboom knip en die dan aansluit op de zipkabelboom. Wat veel mensen zeggen is dat ik een 4-takt zipkabelboom moet kopen, maar dat gaat niet zo simpel. Nou ja, nieuw kopen is gewoon niet reëel. En tweedehands zijn ze moeilijk te vinden in hele complete staat met contactslot erbij, met kabelboom, met CDI, met weet ik het wat allemaal erbij. Daarom ga ik me nu gewoon focussen op proberen dit werkend te krijgen. Daarnaast, hier leer je van en dit heeft nog niemand eerder zo gedaan volgens mij. Dus het zou moeten werken, maar of het ook daadwerkelijk werkt, dat moeten we nog zien. Dat zijn mijn goede mensen. Wat verdomme klote tip! Kom maar, ik heb wel een mesje, hou hem erop. Hier. Kabelboom. Ik heb hier het complete ontstekingssysteem van de zipper uit de kabelboom geknipt. En die past gelijk op de stekker van het blok. En voor de rest moet ik even kijken waar die kabels allemaal naartoe gaan. Maar volgens mij is dat gewoon naar een paar functies van het blok en verder naar massa. Zo, dit ziet er nogal beun uit, al die kabels overal. Maar ja, dat is het ook. Want zo moet dat helemaal, helaas. Maar aangezien ik nu gewoon deze ontstekingskabel van de skipper kan gebruiken en die gaat dan lekker door naar daadwerkelijk de spanningsregelaar van de skipper. Tom, dat die straalt met die lamp op de grond. Aangezien ik gewoon die skipper spanningsregelaar wil gebruiken, kijken of dat mogelijk is. Die hangt nu hier gedeeltelijk al een beetje zo'n mock-up, zo'n dit. En dit is de originele spanningsregelaar van de zip. Vanaf de spanningsregelaar gaan er ook allemaal kabels naar functies van het blok. En dan moet ik bij deze even kijken of dat hetzelfde verhaal is, anders weet ik niet eens of het gaat lukken. Maar dat moeten we nog zien. Bij een 2-takt zip is het in ieder geval een stuk moeilijker. Heel veel mensen zeiden, koop dan gewoon een fucking 4-takt zipkabelboom. Maar zo makkelijk gaat dat niet, want die 4-takt zipkabelboom heeft een heel ander contactslot. Dit is nog een oud type contactslot, waar ook al aan gebeund is, overigens. Die 4-takt zip heeft inderdaad hetzelfde contactslot als de skipper, dus daarom kan dat gewoon even zo gehusteld worden. Maar als 2-takt is het allemaal heel anders. Ik hoop dat het gewoon een plug-and-play was, maar ja, dat, hier leer je weer van. Dat is ook mooi. Overzichtelijk zou ik het niet noemen, maar het is wel overzichtelijker. Dit is eigenlijk het grootste deel van wat ik nou nog moet doen. Het enige nadeel is, ik heb de spanningsregelaar nog niet van de skipper. Die komt eraan,
Is wel besteld, dus dat komt binnenkort. Net als een Kickstarter ronseltje, die heb ik ook nog niet. Wordt besteld, is besteld. Komt eraan. Ik heb nu de spanningsregelaar gedeeltelijk aangesloten. Alles is nog wel met beunaansluitingen zoals dit. Maar dat zijn tijdelijke aansluitingen die ik tijdens het testen ga gebruiken. En daarna ga ik natuurlijk wel wat mooier maken. En dat het ook permanent vast zit. Want ja, je geeft die één tikje tegenaan en je hebt er al drie draden uit. Dat is ook de bedoeling niet. Bij de zip zit de spanningsregelaar op dit plekje en gaat het gelijk daar naar de accu, weet je wel. Dus waarschijnlijk gaat het vanaf de skipper gaat het helemaal ergens voorin naar weer naar achter of zo. En dat hij daarom donders veel kabel over heeft. Fusebox. Die gaat naar het contactslot. Nee, daar waren de enige twee eigenlijk. Dus de shulk en het olielampje via dit ding. En dan gaan we naar de zip. En dan kijken we wat die via de spanningsregelaar heeft lopen. Er zijn iets meer kabels, nou, dat maakt in principe niet uit. Deze gaan we ook even volgen. Kijken, die gaat ook naar de olielevel sensor. Okay. Dus dan moet ik deze kabel aansluiten op een van deze twee. En nou ja, die hangen hier al los, dus dat kan ook gewoon deze. Ja, wacht, dat lijkt me een beter plan. Als ik juist andersom doe. Deze bruine kabel gewoon hier in pop. Wat ik wel moet behouden is de originele kabelboom helemaal in zijn geheel. Maar de spanningsregelaar en het oplaadgedeelte, dat moet ik wel vervangen. En daar hoort dus de startmotor bij en daar hoort de accu oplaaddinges. Hoe noem je dat? Nou, dat je snapt wat ik bedoel, hoort erbij. En de spanningsregelaar natuurlijk zelf. Dat ziet er meestal zoiets uit. Met een blokje met koelvinnen erop. Die wordt ook heel warm. Dus, Deze spanningsregelaar komen een paar kabels vanaf. Nou, die kabels, dat is van de ontsteking, dat is prima. De kabels komen ook het hele oplaadsysteem naar de accu toe. Dat zijn dus de accupolen en zo, die zitten hier ook aan vast. Dus ik denk, nou ja, er zit ook een grotere zekering tussen, dan maak ik die ook maar gewoon vast. Maar wat ik dan wel doe, is dan laat ik de originele accupol dingen er ook aan zitten. Want ja, anders kan die natuurlijk nooit zijn stroom van de accu afpakken, als ik die losmaak. Er zit alleen nog één rode kabel aan deze spanningsregelaarkabel. En die gaat origineel gezien bij zip 4-takt en bij skipper 2-takt gaat die naar de contactslot toe. Maar dat is in dit geval niet nodig volgens mij. Alleen dat weet ik dus niet zeker. Dus ik hang hem gewoon, ik heb hem even zo heel nutteloos hier zo omheen gehangen, want dat is van het contactslot. Dus als ik daar nog iets aan ga doen, dan weet ik in ieder geval nog welke kabel dat ook weer was. Het enige cruciale ding waar ik nu op moet wachten is het kickstartronsel. Heel cruciaal, ja, ik kan hem ook wel proberen te starten zonder. Dan moet ik er een boormachine op zetten en dan ronddraaien of iets in die richting. Dat doe ik liever met de kickstart. Zonder kickstartronsel kan ik hem niet starten. Zonder dat hij start kan ik niet meten of het laadsysteem werkt. Dus daar loop ik een beetje op vast. Dus dan moet ik nu nog wachten op tot er een kickstartronsel er is. En die spanningsregelaar is ook wel belangrijk. Dus daar moet ik ook op wachten eigenlijk. Maar zonder spanningsregelaar kan ik in ieder geval testen of het laadsysteem werkt. We hebben sinds kort ook een trap naar boven naar de tweede verdieping. Dus dan moet ik even mezelf door al die voertuigen heen wikkelen. Hier liggen ook de kappen van die zip. Hier heb ik ook alle Honda Vision onderdelen liggen, maar dat duurt nog wel even, want ik wacht nog steeds op de cilinderkit. Oh, best hoog zo. Dan de scooters hebben we even. Godverdomme. Ik ben er wel klaar mee voor vandaag. Veel te veel kabelboomschema's bekeken. Ben je moe van? Dat was dat. Die spanningsregelaar van de skipper is ongeveer twee keer zo dik als die van de zip. Dus moet even kijken of het past met als er een kap op zit, maar dat is een probleem voor later. Zo.
Oh.